En dit is Sterren Dansen op het IJs. En over sterren gesproken, mijn lieve eigen ster Tess is helaas ziek. En schat, nogmaals van harte beterschap natuurlijk toegewenst. En jammer dat je er niet bij kan zijn, want wereldster Pamela Anderson is de gast op onze ijsvloer. Bah, jammer dat je er niet bij bent. En zij gaat straks natuurlijk ook een kuur schaatsen. En hoe bijzonder is dat? Wordt heel mooi. Maar goed, nu gaan we door met de sterkste man van Nederland. Is dat niet enig? Voor Jarno Harms was het een moeilijke week, omdat zijn danspartner Katie bijna moest afhaken. Pardon, kijkt u mee. Jarno gaat iedere week steeds beter schaatsen. Afgelopen week laat hij zelfs een spectaculaire lift zien. Waar hij apentrots op is en een hoge waardering voor verwacht. 7. 6. Jarno is woest. Hij vindt dat de jury hem heeft afgeschreven met veel te lage cijfers. Jury, jullie worden bedankt. Ik laat dingen zien die een ander niet kan. En dan had ik toch minstens 1 of 2 achter verwacht. Vastberaden stapt Jarno deze week weer op het ijs met maar 1 doel. De jury imponeren. Wat heb je voor ons in petto? Nog meer trucs. Gevaarlijkere dingen. Maar de gezondheid van Katie gooit roet in het eten. En it got worse and worse and worse and I was sick. Iemand zo zien, dat is gewoon niet leuk. Katie doet haar best om door te gaan, maar wordt zo ziek dat ze niet eens meer op haar benen kan staan. Katie is op dit moment bijna weer uitgeput. Dus we gaan op tijd weer af, want dit heeft heel weinig nut zo. Hoe vastbesloten Jarno ook is om de jury te imponeren, hij is nu totaal afhankelijk van de gezondheid van zijn partner. Als dat in moet houden, dat wij er aanstaande zaterdag daardoor uitvliegen, dan zij het me zo. Nou ja, we hopen in ieder geval dat het beter gaat. Jarno, kom op. Sleep die Katie over het ijs met die spierballen van je. Hier zijn Katie en Jarno. Ach, Jarno, jongen. Het is niet te geloven, hè? Je gooit er alle kanten op. 7 lifts, hè? 1,5 minuut. Het is niet te geloven. Maurice, wat vond je van deze prachtige kuur? Jarno, je hebt duidelijk gewoon een beetje strenge aanpak nodig. Dat is bij jou blijkbaar heel succesvol. Want wat willen we graag bij jou zien? Jij bent de sterkste man van Nederland. Nou, dan verwacht iedereen dat je je partner de lucht inteelt en rondomheen zwiert. En dat doe je niet 1 keer, dat doe je 7 keer in 1,5 minuut. Dus dit waren echt... Dat dit iemand dat kan, hè? Ja. 7 keer in 1,5 minuut, dat is knap. Dit waren echt de Magnificent 7 van een ware He-Man on Ice. Well done. Jody. Ja, dat je zoveel lifts mag doen, dat is al fantastisch. Want dan krijg je het vertrouwen van de choreograaf, maar ook van jouw danspartner. En dat geeft ook aan dat je stevig op de schaatsen staat. Ja, dat is te gek dat je zo'n trucendoos van liften even hier live laat zien. Top. Dankjewel. Nou, dat is mooi gesproken.
Maar heb je ook gezien wat voor ballen die heeft, die Jarno? Dat is niet normaal, moet je armen zien. Dat is ongekend. Ja, jongens, kom eens even op zich. Ja. Ja, Patrice, daar mag je alleen maar naar kijken. Goed, lieve mensen, ik wil graag de punten hebben natuurlijk van Maurice. Punten bij een 8. Kijk, ze komen. Ja, ja. Patricia. Erg vooruit gegaan weer. Een 8. Mooi. Martine. Ja, Jarno, door al die lifts in de kuur heb je weinig tijd om zelf te schaatsen. Dus wij blijven op een voldoende 6. Ah. Jody. Kijk, ik wil nog één ding zeggen. Die lift ondersteboven, die was echt waanzinnig. Waar zij jouw voeten of je schaats vasthoudt. Ik vind het een 9. Ja, dan gaan we eens even kijken naar het gemiddelde. Want dat is een prachtig cijfer. Een 7,8. Ben je er blij mee, Jarno? Hier ben ik echt blij mee. Kijk, dat is mooi om te horen. En dat betekent, jullie staan voorlopig op een 5e plek. Maar dan kan natuurlijk nog, dat zeg ik, haha, een 4e plaats. Oh, zie een 3e. Ja, jongens, sorry. Weer hier aan beslag. Abba. En we gaan even naar de bel oproepen. Ga even lachen in de camera, want misschien kan dat toch een beetje wat opleveren. Want voor Jarno belt u gewoon naar 0909-1355 of sms Jarno naar 4600. Ik kan alleen maar zeggen dankjewel en hartstikke goed gedaan. Top!